بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Heb je dit? Ja? Kijk, moet ik gewoon op de grond laten? Of? Is ook goed. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons dus begunstigd om hier te zijn. Zoals jullie weten, vele mensen maken dit nu niet mee. Dit is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En daar horen we Allah subhanahu wa ta'ala op de eerste plaats voor te bedanken. Niet iedereen maakt deze gunst mee. En vooral hier nu in Nederland, naar aanleiding van de corona en alle problemen eromheen. Alhamdulillah is dit hier wel mogelijk gemaakt. En ben ik daarna onze broeders ook dankbaar. Hier uit de Fitra, dat zij dit ook hebben georganiseerd. En dat ze jullie dus hier ook bij begeleiden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het op hun weegschaal zwaar doen wegen. Ik ben goed te horen, broeders? Ja? Inshallah, ik ga op de eerste plaats mijzelf herinneren aan Allah subhanahu wa ta'ala. Van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala ons voor een doel heeft geschapen en volgens jullie. En dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de jinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. En dit heeft eigenlijk ook met onze onderwerp te maken. De jinn, want shaitaan is afkomstig van de jinn. Dus hij is een djinn en Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem, zoals hij ook Adam alayhi salam en zijn nakomelingen, voor één doel geschapen. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Het is alleen Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En deze vervloekte shaitaan waar wij over gaan praten, hoort bij de vier invloeden. Er zijn vier grote invloeden die een persoon in zijn leven heeft. Twee, zoals geleden, dat uitleg van binnenuit en twee van buitenuit. Het twee van binnenuit is jouw nufs, jijzelf. Je bent eigenlijk een vijand voor jezelf. En de tweede vijand is de begeerte, waar de nufs aan onderworpen is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook een begeerte in ons geschapen. En dit moet jullie onthouden, van de shaitan weet dit. En hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. En dan hebben wij het derde, is de dunya. En dat is de middel die hij daarvoor inzet. Dat is de wapen van Iblis, La'in. Kijk om jullie heen. Iedereen is aan het rennen. Waarvoor? Allahu a'lam. Niemand is echt gewoon, net als wat jullie nu hier doen, aan het rennen voor al-akhira. Want als jullie goed gaan nadenken voordat jullie je gingen inschrijven om deze lessen bij te wonen, heb je een hele strijd moeten ondergaan. Ondanks de beproevingen die om ons heen zijn, zal de shaitan daar een woord in hebben en proberen jou hier weg te halen. Om jou eigenlijk toch met de rest van de mensen mee te nemen. Dus hij gebruikt het wereldse om jou te misleiden. En de vierde is de shaitan zelf. De vierde is de shaitan zelf. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. En nogmaals, ons doel is inshallah streven naar het paradijs. Maar het is geen makkelijk doel. Daar moeten wij heel veel moeite voor doen. Heel veel inspanningen. En de shaitan weet dit. En wij zijn niet zo sterk dat wij onze begeerte kunnen onderdrukken. Dus daar maakt hij ook gebruik van. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala nadruk op gelegd. En diegene die eigenlijk, zeg maar, alle vreesde. Dat hij weet dat hij op de dag des oordeels voor Allah subhanahu wa ta'ala zal staan.
En dat hij deze begeerte die hij heeft, heeft onderdrukt. Want onthoud dit, als jij deze begeerte onderdrukt, heeft de shaitan geen invloed op jou. Dus deze begeerte moet jij kunnen onderdrukken om bij jouw doel te komen. En wanneer jij deze nefs onder controle hebt en dat jij zijn begeerte waar hij naar neigt wegduwt, dan heeft de shaitan ook geen invloed op jou. Dus even een kleine voorwoord. Omdat dit vier vijanden zijn en de gevaarlijkste van al deze vier is de shaitan, vervloekt is hij. Want deze zaken zet hij ook tegen jou in. Goed, wij zijn verplicht ook om kennis te hebben over deze vijand. Aangezien hij onze grootste vijand is en hij ook meer kennis over ons heeft dan wij over onszelf, moeten wij ook kennis over hem hebben en over zijn eigenschappen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: Ya ayyuha an-nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. De vertaling: O mensen, voorwaar, de belofte van Allah is waarheid. Laat jullie niet misleiden door het wereldse leven. En laat de misleider, dus de shaitan, jullie niet van de vergeving van Allah weghouden. Voorzeker, de shaitan is voor jullie een vijand. Voorwaar, neemt hem als jullie vijand. Voorwaar, hij roept zijn partij slechts op om de bewoners van het leidend vuur te zijn. Deze vers is eigenlijk heel duidelijk. En zie je ook dat het wereldsleven weer in terugkomt. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ons eigenlijk ook waarschuwt dat het wereld ons niet in beslag neemt door de shaitaan te gehoorzamen. En dat kunnen we doen door de shaitaan ook als vijand te nemen. Maar ook echt de shaitaan als vijand te nemen. Want de meeste van ons nemen niet de shaitaan als vijand. Wij denken dat wij de shaitaan als vijand nemen, maar in werkelijkheid nemen we hem als vriend. Er zijn ontzettend veel voorbeelden. Neem maar voorbeelden nu in deze tijd van corona. De meeste mensen zijn thuis. De mannen zijn ook niet meer aan het werken of zijn van thuis aan het werken. En dan zie je dat op een gegeven moment de shaitaan daar ook werk van gaat maken. Omdat zij de shaitaan niet als vijand hebben genomen, gaat hij problemen veroorzaken tussen man en vrouw. En dat is ook een van zijn doelen. Dan zie je op een gegeven moment dat zij bij heel kleine zaken al ruzie met elkaar maken. Dan zie je dat de man op de vrouw let en de vrouw op de man. Subhanallah, zij zijn mensen, zij maken fout. Maar de shaitaan die maakt daar heel grote werk van. En dat je gewoon constant bezig bent op alles aan het letten. Wat jouw vrouw fout doet of wat jouw man fout doet. Ach, ga zo maar door. En hij, subhanallah, is jou eigenlijk tegen jezelf aan het zetten. Jij neemt niet de shaitaan als vijand. Je hebt hem als vriend genomen. En heel veel mensen nemen echt hun vrouwen, hun mannen, hun vrienden, hun kinderen, hun ouders. Vooral jongeren. Weet jullie hoeveel jongeren hun ouders als vijanden nemen? Dit is wat heel veel jongeren echt gewoon op school meekrijgen. Dat zij eigenlijk zeg maar ook een mening hebben ten opzichte van hun vader, ten opzichte van hun moeder. De shaitaan, dit is eigenlijk meer een shaitaan al-ins dan een shaitaan al-jin. Dat hij, subhanallah, jouw kind tegen jou opzet. Nee, je bent niet zijn vijand. De shaitaan is jouw vijand. En dit is iets wat de jongeren echt in hun achterhoofd moeten hebben. Elke keer wanneer ze dat zien, dat ze op een gegeven moment moeten denken, nee, dit is van het shaitaan. A'udhu billahi min shaitaan ar-rajim. Wegdenken en mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij tegen hem beschermen. En de boodschap die ik hier nu mee kan geven, en dit geldt voor ons allemaal, dat wij echt in onze harten moeten verankeren dat deze vervloekte shaitaan onze vijand is. Als jij al uit deze punt vertrekt, hij die een doel heeft, zoals wij in de vers hebben gezien, om jou te leiden naar de helft van jouw willen, weet in jouw hart dat hij jouw vijand is. Niet jouw broeder, niet jouw zuster. Ga zo maar door. Zij zijn nu in staat zelfs om de moslims tegen elkaar te zetten.
dat zij vijanden voor elkaar worden. Nee, zij zijn niet jouw vijanden. De shaitan is jouw vijand. En dit is iets wat wij echt in onze harten moeten verankeren. Maar tegelijkertijd horen wij ook niet alleen maar slechts kennis te hebben over de shaitan, maar ook kennis hebben over ons. Over onszelf. En dit zal ik inshallah ook noemen bij het verhaal van Iblis en Adam, alayhi salam. Want Iblis heeft ontzettend veel kennis over de mens. Hij heeft heel goed nagedacht hoe hij de mens kan misleiden, want hij heeft Adam en zijn nakomeling als vijanden genomen. Hij heeft heel goed over nagedacht hoe hij hen kan misleiden. Hij heeft namelijk meer kennis over ons dan wij over onszelf. Goed, even over het woord shaitan. Ja, goed, een beetje. Het woord shaitan is hij die ver van het goede verwijderd is. Oftewel, hij die in opstand komt. Hij die ongehoorzaam is. Hij is tegenovergestelde van de engelen. De engelen zijn uit licht geschapen en zij doen wat Allah subhanahu wa ta'ala hun heeft opgedragen. Zij zijn niet ongehoorzaam. Integendeel van de djinn, de shaitan. Hij is uit vuur geschapen. En hij is een opstandeling. Hij is iemand die niet doet waarvoor hij geschapen is. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ik heb slechts de djinn, maar zij waren ook voor. En de mens slechts geschapen dus om alleen Allah subhanahu te aanbidden. En daarom zien we alhamdulillah dat de mens ervoor heeft gekozen om Allah subhanahu ta'ala wel te aanbidden. Terwijl de shaitan en zijn aanhangers hebben gekozen om in opstand te komen. En dit is een eigenschap van Iblis. En iedereen die hem daarin volgt, kan je ook spreken van shaitan. Want iedereen die opstandig is, en het is taalkundig, dan ben je op dat moment, wa'ayyadu billah, een soort shaitan. En zo is ook overgeleverd dat Umar radiallahu anhu op een rijdier stapte. En het rijdier niet deed wat hij wou. Het dier luisterde niet naar Umar radiallahu anhu. Toen hij ervan afstapte, hij zei, jullie hebben mij op een shaitan doen rijden. Toen ik opstapte, werd ik duizelig. En het deed niet wat ik wou. Dus hij was ook opstandig. Daarom zeggen ook de geleerden, iedereen die deze eigenschap heeft, wa'iyadu billah, heeft shaitan in zich. En dit moet jij verwijderen. En wat betreft een dier, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem daarvoor geschapen. Hij zal daar niet de verantwoording voor afgelegd worden. Maar hoe is dat gesteld met de mens? De mens zal daarover gevraagd worden. En dat is ook een vernietiging voor hem wanneer hij die weg volgt. Van de shaitan, zoals wij ook in de vers hebben gezien. Hij zal hem ook leiden naar het helfer, wa'iyadu billah. En hij zal ook niet rusten totdat hij ongelovig wordt. Zelfs nog wil hij niet rusten totdat jij nog komt sterven als een niet-moslim. En zo zal hij, de moslim, blijven strijden totdat hij als een niet-moslim komt sterven. Goed, ik ga in het kort even het verhaal van Adam alayhi salam met Iblis, of beter gezegd, Iblis, zijn bestaan. Zoals ik net heb gezegd, en er zijn verzen over dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Dat wil zeggen, en voorzeker, wij hebben de mens geschapen uit klei, en de djinn hebben wij eerder uit vuur geschapen. Dit is om even iets duidelijk te maken. Heel veel mensen hebben bepaalde denkwijzen over de shaitan, dat hij hoorde tot de engelen. Hij hoorde niet tot de engelen. Geleerden hebben over hem gezegd dat hij goede daden heeft verricht, dat Allah subhanahu wa ta'ala hem in het paradijs heeft doen treden en daarvan genieten. En hij had een hoge status bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hij was niet net als de engelen. Engelen zijn uit
licht geschapen. En de mens is uit klei geschapen. En de djinn is uit vuur geschapen. Dat was de vers die ik net daarin heb genoemd. Toen Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam had geschapen. Met zijn eigen handen. Uit aarde. Toen Iblis dit zag. Begon de vijandigheid. Afgunst. Jaloezie. Haat. Jegens de mens. En Allah subhanahu wa ta'ala zag dat. En had het al ervoor gezien. Maar hij heeft hem zoals de mens ook geschapen voor een doel om te aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem beproefd. En heeft hem opgedragen. En de engelen om te knielen voor Adam. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. En toen wij tegen de engelen zeiden, knielt jullie neer voor Adam, toen knielden zij behalve Iblis. Hij weigerde en was hoogmoedig en hij behoorde tot de ongelovigen. Toen Allah subhanahu wa ta'ala dit bij hem zag, heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem beproefd en heeft hem opgedragen om te knielen voor Adam. Want hij is immers geschapen om te aanbidden. En zijn ware aard heeft hem dus verraden, waardoor hij hoogmoedig werd en opstandig. En op dat moment werd Allah subhanahu wa ta'ala boos op hem. Waardoor hij ongelovig, wal'iyadu billah, werd. Vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem verbannen van het paradijs. En heeft Allah subhanahu wa ta'ala Adam in het paradijs laten leven met zijn vrouw. En vervolgens werd Iblis nog bozer. En de afgunst en de haat werd alleen maar groter en groter, wal'iyadu billah, dat hij heeft gezworen om hem en zijn nakomelingen te bestrijden. Hij heeft Adam alayhi salam, terwijl Adam alayhi salam in het paradijs is, heeft hij hem beïnvloed. Oftewel, zoals jullie dat weten, de influisteringen van Iblis, al-Waswas. Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. De shaitan fluisterde bij hem in, hij zei: O Adam, zal ik je wijzen op de boom van de eeuwigheid en een koninkrijk dat niet vergaat? En hier zie je nu dat de shaitan heel veel kennis heeft over Adam. Hij heeft hier twee termen gebruikt waar elke mens naar verlangt. En als jij dit bij jezelf weet, dan weet jij ook de shaitan te bestrijden. Of beter gezegd, dan weet jij ook jouw begeerte te onderdrukken, zodat de shaitan geen macht over jou heeft. Hij heeft hem benaderd namelijk met een eeuwigheid en een koninkrijk dat niet vergaat. Gaat nooit dood, dus hij wordt niet ziek. Hij gaat niet dood, hij heeft een eeuwige leven. Hij heeft alle, hoe moet ik zeggen, genietingen die hij wil, dus een rijk dat niet vergaat. Dit is de mens. De mens wil een eeuwig leven. Kijk maar om ons heen. Corona is iedereen zijn wild aan het rennen. Niemand wil dood. Iedereen is, subhanallah, is bang voor de dood. Zo is de mens. En waarom rennen de mensen ook? Ook voor die rijkdom, voor die dunia. Ze willen niet dat zij op een gegeven moment arm zijn. Want de shaitan maakt de mensen ook bang met armoede. Wal'iyadu billah. En dit is ook een van zijn manieren. Zo heeft hij dus Adam alayhi salam beïnvloed. Zelfs nog Adam had hem niet gehoorzaamd. Want hij denkt, ik ken niet, Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij verboden. Toen Allah subhanahu wa ta'ala mij het paradijs heeft doen binnentreden om van deze boom te eten. Hoe kan ik nu ongehoorzaam zijn jegens Allah subhanahu wa ta'ala? En op dat moment toen Iblis dat zag, ging hij ook nog eens
zweren dat hij een adviseur is voor hem. En op dit moment, dit is nu echt puur naar Adam gericht, alayhi salam. Want Adam zit al in het paradijs. En hij denkt, als hij dit zegt, wij bevinden ons in zo'n hoge status bij Allah subhanahu wa ta'ala, hij moet wel de waarheid spreken. Waardoor hij van de boom had gegeten, dus aan hem heeft misleid. En Allah subhanahu wa ta'ala op hem en zijn vrouw boos werd. En zij werden ook uit het paradijs verbannen. En zo kwamen ze alle drie op aarde. En toen begon dus eigenlijk de strijd tussen mens, of tussen mens en de shaitan. Goed. Wat wij ook moeten weten is dat Iblis al-La'in Allah subhanahu wa ta'ala niet om vergiffenis heeft gevraagd. Integendeel. Het slechte dat in hem zit, is alleen maar meer naar boven gekomen. Terwijl Adam a.s. heeft een fout gemaakt en heeft Allah subhanahu wa ta'ala om vergiffenis gevraagd. Deze twee fouten die zij hebben gemaakt, als jullie goed opletten, zie je dat Iblis al-La'in een daad heeft begaan wat hem de islam heeft doen binnentreden. Zelfs nog heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem gevraagd, waarom heb je dat gedaan? Wat zei hij? Ik ben beter dan Adam. En dit is weer een eigenschap die een moslim absoluut niet mag hebben. Jij bent niet beter dan de anderen. Zodra dat bij jou komt, of cultuur, of jouw rijkdom, of jouw aanzien, of wat Allah jou aan gunst ook heeft gegeven, mag jou niet aanzetten dat jij je eigen hoogmoedig gaat opstellen jegens anderen. De een is alleen beter door zijn geloof, zelfs al heeft Allah subhanahu wa ta'ala je begunstigd met het geloof, dat jij Allah subhanahu wa ta'ala praktiseert, dat je dat aan Allah subhanahu wa ta'ala moet toeschrijven, en dat je Allah subhanahu wa ta'ala voor moet bedanken, en niet jezelf. En dit is weer ook een eigenschap van Iblis al-La'in, wat wij hieruit kunnen halen. Ik hoop inshallah dat ik nog wat tijd heb. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk? Nog een kwartier. Kwartier? 10 minuten, geen chat. Dan wil ik over andere punten praten, inshallah, om hier ook lering uit te halen. De shaitaan heeft een doel, zoals jullie ook in de vers hebben gehoord. Wat is dat? Wat is zijn doel? Je kan mij helpen. Een beetje interactie, broeders. Wat is de doel, de grote doel van de shaitaan? Juist. Hij weet nu dat Iblis al-La'in weet dat hij nu voorgoed bestemd is voor het hellevuur. Hij weet dat hij bestemd is voor het hellevuur. Er is geen redding. Hij weet dat ook. Hij heeft zelfs gezworen in de naam van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij iedereen zal doen misleiden. Hij heeft niet Allah subhanahu wa ta'ala vergiffenis gevraagd. Hij heeft gezworen dat hij ons allemaal zal bestrijden om ons allemaal te leiden naar het hellevuur. Maar nu, nogmaals, de shaitaan heeft nagedacht over de mens. En hij heeft naar de mens gekeken. En hij kent de mens beter dan wij onszelf kennen. Onthoud dit dan. Hij kent mij beter dan hoe ik mijzelf ken. En daarom ga ik deze advies geven uit mijn hart. Voor de broeders die hier zijn, of die luisteren, of de zusters die misschien ook meeluisteren. Ga islamitische lessen opdoen. Van de shaitaan vervloekt is, hij wil de mens dom houden, zodat hij hem kan doen misleiden. Zodat hij hem bij zijn hand kan pakken en dat hij hem naar Jahannam gaat sleuren. Jij gaat misschien denken dat jij goed bezig bent, maar in werkelijkheid is hij jou aan het leiden naar het hellevuur willen. En de lessen die men krijgt, subhanallah, en ik weet dat hier lessen worden gegeven, echt op een hele hoge niveau. En vooral deze zaken komen daarin terug, zoals zelfsturing. Zoals dat jij jezelf moet sturen naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij deze zaak ook als vijanden moet nemen, zoals de shaitaan, zoals de dunya, zoals jouw nefs. En dat soort zaken. En iedereen die bijvoorbeeld geen lessen volgt, geef ik uit mijn hart advies om dat wel te doen. Want dit zijn maar korte woorden. Jullie hebben gezien, ik moet echt haast. Ik heb maar een half uur, 20 minuten, 10 minuten. Daar kunnen we niet echt veel uithalen. En daarom is mijn advies uit mijn hart. Bestrijd die shaitaan, zeg A'udhubillahi Minashaitanirrajim, schrijf je in en dan worden je lessen gegeven, alhamdulillah, op een hoog niveau en dat zal jou goed doen. Dus de shaitaan heeft goed nagedacht. Wij, als wij iemand willen helpen in het goede,
dan zie je op een gegeven moment wij, ik weet niet hoeveel zaken allemaal vertellen, noemen, wij bedoelen het nog goed. De shaitaan heeft het gemunt op één ding in de mens. En dat is het hart. Hij weet dat wanneer hij het hart in zijn hand heeft, dat hij alles met zijn hart kan doen wat hij wil. En hij weet ook wanneer het hart gehoor geeft, dat de rest van de ledematen ook gehoor zullen geven. Want de shaitaan, zijn influisteringen, waar vinden die plaats? Hij is diegene die in de harten van de mensen, de mens doet beïnvloeden. En ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit ons ook heel duidelijk gemaakt in overleveren. Hij zei ook, Allah wa inna fil jasadi mudra, ida salahat salahat jasadu kullu, wa ida fasadat fasadat jasadu kullu, Allah wa yalqan. Voorwaar in het lichaam vindt zich een stukje vlees. Als dat goed is, is de rest ook goed. En als dat slecht is, is de rest ook slecht. En dat is het hart. Hij weet namelijk wanneer hij het hart ziek maakt, dat de rest van de ledematen zullen volgen. En de wijze is hij die waakzaam is over zijn hart. Dat hij geen invloeden van buiten op zijn hart laat afkomen. Want hij misleidt ons middels wat? Middels de dunia. Hij maakt zaken mooi. Hij heeft één boom voor Adam, alayhi salam, die haram is, mooi gemaakt. En zo doet hij dat bij ons ook. En in deze tijd, als we gaan kijken, Allah subhanahu wa ta'ala, of als we gaan kijken voor onszelf, heeft Allah subhanahu wa ta'ala uit alle zaken één ding gepakt dat haram is. Eén ding. Maar gaan we naar mensen vragen die ongehoorzaam zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala, waarom zij die zaken verrichten die haram zijn? Zij zien ze alsof wij alles haram verklaren. Zo ver heeft hij hun gekregen en misleid. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala maar van elke ding maar één ding haram heeft verklaard. Maar zo ver is hij bij de mens gegaan. Kijk om je heen. De meeste mensen verrichten, ik weet niet hoeveel zondes. De shirk, innovatie, stelen, bedriegen. Zij zien zichzelf niet als mensen die fouten maken. En dit moeten wij echt weten en dan moeten wij hem ook daarin als vijand nemen. En als laatste ga ik inshallah mee afsluiten. Het hart waar ik het net over had, kunnen wij ook beschermen, zodat de shaitaan ons niet kan overmeesteren en dat wij een van zijn slaven worden. En dat kunnen we doen door in de eerste plaats ons vast te houden aan de Koran en de Sunna. De Koran en de Sunna is onze leidraad. En dat wij afstand moeten nemen van alle zaken die Allah subhanahu wa ta'ala haram heeft verricht. Alle zaken. En daarbij hoort men ook kennis op te doen. En daarom is het ook voor de moslim ook verplicht om kennis over zijn geloof op te doen. Zoals de profeet Sassen heeft gezegd. Kennis opdoen is verplicht voor elke moslim. En vooral dat jij kennis hebt over Allah subhanahu wa ta'ala. Kennis hebt over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Over de sunnah, dat jij hem daarin volgt. En dat jij kennis hebt over de fiqh kwestie. Dus over jouw islam. Want de vijand van de shaitan zijn de mensen die zich op de sunnah begeven. Want zij zijn diegenen die zichzelf helpen om het goede te verrichten. En vervolgens volgen ze ook anderen aan om het goede te verrichten. En zij zijn diegenen die ook beschermd zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Zij zijn diegenen die door Allah subhanahu wa ta'ala beschermd zijn, dat de shaitan ook geen invloed op hen kan hebben. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, qala rabbi bima over Iblis, qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughyiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Hij Iblis zei, mijn Heer, omdat u mij heeft doen afdwalen, zal ik zeker voor hen de zonde op aarde schoonschijnend maken en zal ik hen alle zeker doen dwalen, behalve uw dienaren onder hen die oprecht zijn.
Dus behalve diegene die, wanneer zij een daad verrichten, verrichten ze alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zij kennen geen deelgenoot aan Allah subhanahu wa ta'ala niet. Zij zijn diegene die voortdurend hun ikhlas controleren. Zijn zij deze daad voor Allah subhanahu wa ta'ala aan het doen? Of voor wie zijn zij deze daad aan het doen? En dit is mijn advies. En hier is ook onze broer eigenlijk bij het begin mee begonnen. Dat wij onze intentie altijd moeten blijven controleren. En ga niet denken dat het iets heel makkelijks is. Onze intentie zuiveren voor Allah subhanahu wa ta'ala is een van de zwaarste zaken. Want de shaitan weet wanneer jij jouw intentie daarin niet zuivert, dat jouw daden niet geaccepteerd zullen worden. En hij zal met jou alles doen wat hij wil. En dit is een advies van mij en ik ben jullie dankbaar voor deze korte tijd. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het voor ons allemaal te accepteren. En ik hoop inshallah dat de boodschap overgekomen is. En het is in het kort samengevat. Is dat de shaitan onze vijand. En dat we hem ook echt als vijand moeten nemen. En dat we dat in onze hart moeten verankeren. En elkaar misschien ook aansporen, herinneren. Wij vergeten wel eens, dit is het werk van de shaitan. Het blijft daar vanaf. En dat de broeder dat ook eigenlijk moet accepteren en elkaar daarin helpen. Allahu ta'ala a'lam, barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.